Richard, de uitspraak, even de ultieme sportvraag. Wat ging er door je heen toen die uitspraak volgde? Nou, eigenlijk een mix van alles. Woede, emotie, blijdschap. 3,5 jaar is een nachtmerrie geweest. En met forse beschuldigingen. Nogal, ja. Ja, en als je dan hoort hetgeen waar je ook altijd voor gestreden hebt, voor eerherstel. En als je dat dan krijgt met volledige vrijspraak, is wel even lekker. Ja. En dan komt er ook een traantje bij je. Zeker, tuurlijk. Ja. 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 Nee, want je wist het in je hart zeker, maar het moet er altijd nog uitkomen. Ja, gelijk hebben en gelijk krijgen in de wereld zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Ja. Maar ik moet wel zeggen dat ik een klein complimentje aan mezelf. Ik heb al 3,5 jaar geknokt als een leeuw. Met heel veel lieve mensen om me heen die in mij zijn blijven geloven. Met een gigantisch mooie achterban. Ja, en als het dan goed komt en je krijgt hetgeen wat je verdient. Namelijk die vrijspraak. Dat is ook de enige goede uitspraak. Ja, ja, dan is het niet alleen voor jou, maar zeven andere mensen ook. Heel zeker, belangrijk. Zeker. Ook voor de ondernemers en mijn mede-collega, oud-wethouder en het oud-raadslid David Taliani. Ja. Hoe heb jij het beleefd aan Merel toen je was? Nou, die uitspraak begon. En dat is dan een heel boekwerk wat de rechter dan door moet. Maar eigenlijk vanaf het begin af aan begon hij al een beetje met het aanvegen van het OM. En het bewijs wat ze dan zouden hebben gevonden. En dat ging maar door en dat ging maar door. En het werd eigenlijk steeds gênanter voor het OM. Want gewoon de ene na de andere tik werd uitgedeeld aan het OM. Want er was eigenlijk niks bewezen, concludeerde de rechter, van wat ze allemaal hadden gezegd. En als dat inderdaad zulke heftige aantijgingen zijn, plus nog een ingreep bijna in de democratie. Hè? Want er zijn verkiezingen tussendoor geweest waar natuurlijk heel veel om te doen was. Partijen die niet wilden samenwerken met Hart voor Den Haag om die rechtszaak. En als dan blijkt dat het toch zo fragiel was, alles waarop het gebaseerd is, dan is dat wel pijnlijk. Ja. Nou, het is natuurlijk zo dat het OM heeft 3,5 jaar eraan gewerkt. Waarschijnlijk met een heel groot team, want hij moest hangen, want anders is gezichtsverlies. Dan vraag ik me af, wat hebben die 3,5 jaar met al die mensen die daar gewerkt hebben gekost? Dat is echt kapitaalsvernietiging geweest. En Richard, er moeten ook bij jou in de Raad in Den Haag moeten een paar hele achterbakse types geweest zijn die anoniem jou beschuldigd hebben. Want het OM begint daar niet zomaar aan. Nee, heb jij enig idee uit welke hoek het komt? Ja, wist ik dat maar. Maar ik weet wel dat er heel veel anonieme aangiften zijn gedaan. Met allerlei valse beschuldigingen. Onder andere dat zalencentrum, dat ik daar geld van zou hebben aangenomen als privépersoon. Ja, de opera die ondernemer heeft gedoneerd op de partij Hart voor Den Haag. Dat is gewoon ook naar de partijrekening gegaan. En daar hebben we gewoon de campagne van betaald. Ja, maar ik vind het wel treurig dat zo'n OM dat meteen serieus neemt en bij hem binnenvalt als een grote misdadiger die ze van huis halen. Nou, ze hebben me eerst een jaar afgeluisterd, al eigenlijk vrij snel. Ik werd in juni 2018 wethouder en in september 2018 zijn ze al begonnen. Denk, nou ja, ik kwam net terug van het zomerreces en toen al afluisteren. Op welke gronden? Dus die grond is ook verkeerd. Ja, en als je dan na die inval, ik denk oké, een inval is één ding, je raakt je baan kwijt, maar vervolgens ben ik vol goede moed daar, kom ik spraakwater tekort om te vertellen bij de verhoren wat er aan de hand was. Ik denk, ik leg het gewoon uit en dan gaan ze seponeren. Ja. Maar ja, toen zaten ze dus in die tunnel en de trein. Maar je hebt nooit een moment van twijfel zelf gehad in al die jaren niet? Want het is best lang geweest. Nee, je weet wat je wel en vooral wat je niet gedaan hebt. En ik weet gewoon dat het verhaal wat ik vertel heb klopt. Ik weet ook dat mijn manier van politiek bedrijven nieuw is. Dat is gewoon de mouwen opstropen, een beetje als een ondernemer. En ik bel af en toe als een ondernemer op van, joh, ik heb een plan, kan je me daarbij helpen? Nou, en alle panden die ik op het oog had, die staan nu nog leeg. Ja, daar had een mooi museum in gezeten. Er had een mooi winkelcentrum had opgebloeid. Ik had Plopsa naar Den Haag kunnen halen. Mooi attractiepark. Ja, ja, er is nu helemaal niks gebeurd. En we een college dat op de winkel past. Ja, jij zat laatst bij Galit en Sophie. Toen hadden wij hier aan tafel ook het gevoel van, volgens mij weet hij precies waar hij het over heeft. En dan weten die mensen gewoon niet wat ze aan het doen zijn. Want dat is wat bij jou overheerst nou. Nou, het zou het OM wel sieren als ze gewoon geen hoge beroep aantekenen. Ook gewoon om het feit dat het heeft en 3,5 jaar geduurd. En je hebt gewoon met mensen te maken natuurlijk. Hè. Je hoeft natuurlijk mensen niet kapot te maken. Nee, als een rechter zo duidelijk zijn uitspraak doet, dat is nergens voor nodig. En ik heb die uitspraak gezien. Op TV West stond die. Ja. Ja, die loog er niet om. Ik bedoel, dat was echt Nee, je hebt niet alleen met mensen te maken, je hebt ook met kiezers te maken. En ja, met mensen die ergens op gekozen hebben. En dat is nu de vraag wat er natuurlijk nu in Den Haag gaat gebeuren. De Partij voor de Dieren heeft volgens mij al een verkenner aangevraagd. 11 mei is er een debat. Ja, we hebben meteen een debat aangevraagd vanmiddag. En dat debat hebben we ook toegekend gekregen. Dus 11 mei gaat er gedebatteerd worden. Ja, en ik heb een oproep gedaan. Ik heb niet gezegd de coalitiepartijen moeten weg. Maar Hart voor Den Haag moet erbij. Wij hebben vorig jaar de verkiezingen gewonnen, ondanks die zaak.
9 zetels zijn we de grootste partij. Ja. We hebben 3 partijen deze zaak gebruikt om de grootste partij uit te sluiten. Ja, nu blijkt dat het zijn oneigenlijke gronden. D66 heeft al geroepen, het gaat lekker zo met die coalitie. Ja, maar ja, we gaan lekker de rit uitzetten. Dan moeten ze die D van Democraten toch vervangen voor de D van Dictator 66. Kijk, als je echt gelooft in... ja, maar als je gelooft in het herstellen van het vertrouwen in de democratie... en ze vinden het allemaal heel belangrijk... van ja, het vertrouwen bij de kiezer moet herwonnen worden... dan moet je gewoon zorgen dat Hart van Den Haag ook aan die collegetafel komt. Ja. Er hoeft niemand weg, maar wij moeten er zeker bij. Nee, maar het zou die partijen ook sieren, inderdaad... Ja. als ze daar begrip voor hebben en ruimte maken voor jou. Jij bent toen gekozen tot wethouder. Nou, dan heb je ook recht op die post. En al die kleine partijtjes die binnengekomen zijn omdat jij weg was... die moeten daar begrip voor hebben. Ja. Dat zou wel chic zijn. Iemand is 3,5 jaar geterroriseerd door het OM... en dan gaan anderen van profiteren. Kom nou. Maar kom je terug als wethouder? Is dat wel je streven? Dat ja, zeker. Kijk, Den Haag is de mooiste stad van Nederland. En ik wil gewoon graag mijn klus afmaken... om die mooie stad nog een beetje mooier te maken. Een beetje leven in de brouwerij. Ook de nacht terugbrengen. Ja, dat we zorgen dat Den Haag die popstad aan zee... dat we die op de kaart zetten. Ja, er is een wethouder nodig die een beetje gaat rock'n'rollen daar.